Dit filmpje maken we even omdat we toch ook op een mak moeten leren hoe je moet branden. En dan dacht ik, in het kader van bootcamp en zo verder, moeten we ook zorgen dat we op de Windows-partitie op onze mak ook beveiliging hebben, ook antivirus hebben. En hoe kan je iemand aanleren of tonen in een film dat je moet een CD branden? Ik heb even gegoogeld op, even kijken wat ervoor stond. Beste antivirus 2013 CD Live, dus zijn we 2014, dan zit je 2014 en zo verder. Eerste beste hit heb ik gevolgd, de tweede andere was, leek me ook een goede te zijn. En wat zegt men hier? Een van degenen die ik sowieso al een filmpje van gemaakt heb, zit er ook bij, dat is Kaspersky. Maar ik dacht, laat ons even een andere nemen, Bitdefender Rescue Disk. Die heb ik ondertussen hieronder al gedownload om tijd te besparen voor de film. Ja, dus dan krijgen we een andere CD-ROM. Het is wel eigenlijk een CD, geen DVD. Wat staat hier ook? Compatible to install from USB. Dat ga ik dus zeker eens proberen. Download FreeBit Defender Rescue CD tool. This tool is available in ISO file. Can burn it on a blank CD or by using bootable tool for USB flash drive. Oké. Dus dat heb ik ondertussen, die ISO file. De vraag is, hoe ga je nu branden op een Mac? Er staat zo'n programmaatje genoemd Brand. Daarvoor heb ik gegoogeld op Burn for Mac of zoiets, dacht ik. Nog daarvoor dan. Burn for Mac. Kom je op Burn OS X SourceForge. En dan heb ik uiteindelijk een programmaatje gedownload dat we nu samen even vlug installeren. Dat op zich duurt niet lang. Het is een zipfiletje, dus standaard zegt onze Mac, we gaan dat met een archiveringshulpprogrammaatje uitpakken. Dat hebben we allemaal op onze machine staan. En hier staat dan brand. Brand sleep je naar, nou, niet de juiste, niet die map, maar het programmaatje zelf sleep je naar de programma's. Zo wordt een programma geïnstalleerd bij ons. En dan kan je dus effectief zeggen, installeer, niet installeer, maar run het brandprogramma. Dubbelklik graag, voilà. Dat hebben we niet meer nodig. Wat hebben we nog gedaan? We hebben hier een download gedaan, dus deze, de ISO-file, die moet gebrand worden. Misschien even terzijde, soms wordt een programma van internet geblokkeerd. Heeft te maken met beveiliging. Dat niet eender welk programma van overal in de wereld kan geïnstalleerd worden. Dan moet je dat even afzetten. En als je echt weet van die bron is echt oké. In beveiliging en privacy, slotje openzetten. En dan hier, elke willekeurige bron heb ik al reeds opgezet in een vorige actie. Zie je? Dus alleen Mac App Store ben je echt wel beveiligd tot en met. Maar sommige programma's zijn echt wel gratis en zijn wel goed en daar is niks fout mee. Maar dan moet je het even hangslotje afzetten, elke willekeurige bron op, want ik weet welke bronnen goed zijn. En dan gaan we eens kijken, dus ofwel maken we een dataschijf, een muziekschijf, een videoschijf of een kopie. Hier staat sleepschijven, dus slepen, dat kunnen we als de beste. En dan gaan we dat daar naartoe dringen. Als het gelukt is, met dunkt van niet. Proberen we het sowieso te openen. En we pakken dat vast en we slepen het naar hier. En aanvaardt het niet, dus dan gaan we het maar zo doen. Open. Zo downloads. En open. Ah, gelukt. Nu is het kwestie van een DVD-miner in te drukken, brand te doen en je hebt je CD'tje gebrand. Daar moet je dan van booten en je kan dan met die Bitdefender je Windows scannen als je denkt hij is vol met virussen. Ik heb een probleem, ik kan het niet meer opstarten of hij zit vol adware of spyware. Het maakt niet uit, je hebt problemen. Dan kan je eigenlijk via dit tooltje je PC of je Windows niet opstarten, maar wel scannen. Ik wens jullie nog succes. Ik ga zelf ook nog eens proberen om daar een USB-tooltje van te maken. Succes!